wel iets, Eddy? Ja, ik geloof het wel. Wat? Nou, gauw! Laat er geen gras over groeien. Waarom, Edda? Als ik er al even aan gedacht heb, dan was het alleen maar een gedachte. Ik hoef toch niet alles waar ik misschien even aan denk meteen in praktijk te brengen? Je bent zo hard voor jezelf. Je gunt jezelf het kleinste pleziertje niet. Ja, ik voel dat er nou wel iets gaat komen. Wat? Niet komen. Nee, ik raak hem niet aan. Maar raak je geen zorgen. Maar iets. Ik raak hem toch niet aan? Oh, Ed. Vind je het zo'n opwindende gedachte? Je Wodan het genoegen van de allereerste keer mag doen smaken, want dat is toch wel waar, hè, Wodan? Niemand is Eddy toch voor geweest, dat is toch zo, hè? Of ben jij niet helemaal eerlijk geweest? Nee, ik ben volstrekt eerlijk. Ja, niet altijd. Ja, tegenover jou wel. Nee, het is weer weg. Ja, het was er net heel even, maar het is nou weer weg. Ja, Wodan, je zou toch iets meer moeten inspannen? Wil ik nog wat woorden vanuit? Nou, eerlijk, wat eieren halen. Oh, je wilt mij er niet bij hebben. Dat is helemaal niet waar! Dat is helemaal niet waar! Maar het kan toch zijn dat 6 eieren niet voldoende zijn om de doorbloeding goed op gang te krijgen? Het is maar een teer stengeltje. Soms moet je de natuur wat helpen. Niet iedere man is gezegend met een spontane opstanding. Nee! Oh, God. Nee. Nee, zeg, ik pijnst er niet over. Het zijn 6 eieren. Je doet het er maar mee. In de badkamer mogen wij het dan in de badkamer doen? Oh, dan moet ik jou nou gaan vertellen waar jij je behoefte moet gaan doen. Het is toch jouw belang? Nee, het is Eddy's behoefte. Eddy, wat denk jij? Zullen wij in de badkamer? Nou ja, misschien dat was Edda even naar de badkamer. Oh. Jij wil mij er ook niet bij hebben. Nou, dat is goed. Ik heb de beleefdheid om mij terug te trekken. 10 minuten. Om de wilde droom te beleven. Maar ik wil dit dus helemaal niet. Dat is een vreemd instrument, Rodan, die wil van jou. Er komt en gaat als eb en vloed en wanneer het jou maar verder uitkomt. Het is tijd dat je wat standvastiger wordt. Je Eddy heeft meer ruggengraat dan jij. Wat heb ik aan jou als jij je zo door jouw angsten laat regeren? Ik wil je wel kunnen vertrouwen, ja? Kan ik je vertrouwen? Ja, dat weet je. Reken op. Ja. Nou, ga je gang, zou ik zo zeggen. Ga je gang, zou ik zo zeggen. Je bent toch wel gehoord? Ja, jawel. Hé, luister eens, Eddy. Jij begrijpt toch zeker wel dat jij een mate van verantwoordelijkheid hebt voor mijn geluk met Edda. En dat als jij mij teleurstelt, dat ik dan Edda teleurstel. En dat ze waarschijnlijk niet over die teleurstelling heen zal komen. En je begrijpt natuurlijk ook wel dat ik me met een teleurgestelde Edda geen raad weet. Dat zij er nooit overheen zal komen. En dat we dan samen naar de verdommenis gaan. En dat wil je toch niet op je geweten hebben? Of wel? Nee, maar wat dan? Hoe? Naai me. Van achter. Ja, waar anders? Weet ik veel? In je mond. Hij gaat verdammen! Nee, dan ben ik bang dat je gaat pissen. Ja, je hoeft het dan niet op te drinken. Ja, maar wat is er tegen op achterlangs? Pas toch niet? Ja, dan pomp je me een beetje op, vriend. Het zijn die eieren, ik ben misselijk. Oh. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. En wie gaat het dan dadelijk aan Edda vertellen? Ze heeft mezelf je eieren gegeven. Ja, nou en? Nou ja, ik wil het dan nog wel even proberen. Waar? In je mond. Nee. Probeer. Nee, ik ben ook misselijk. Het spijt me, ik wil je niet meer. Laten we het allemaal maar vergeten. Even goede vrienden, ik bel maar een taxi voor je.